Van de Bogert speelt in. Dat is niet best. Onderschept door Surmeli. Veerman. Daar is Van Michem lekker gehaald. En het doelpunt voor Seluki. Van Michem. Nou, hoek wordt lastig. Te lastig voor Veerman. Dan maar voorgeven. Wippertje. Terugleggen. Oh, dat is de arm. Maar het mag door. En dan is het. Ja, Van Michem. Daryl Van Michem bij zijn ADO-debuut. Meteen maar de winnende. Hoekschop van Michem. En die is binnen. Daar is het doelpunt. ADO Den Haag staat naast Jong AZ. Hier is de hoekschop van Van Michem. Weer bij de eerste paal. En bij de tweede paal raakgeschoten door Matteo Baan. Die zo zijn eerste doelpunt maakt voor ADO Den Haag. Nu bij de eerste paal Veerman. En dan is de bal binnen. En staat het 3-1. Gebruikt Veerman heel goed zijn lichaam bij de eerste paal. Hoekschop van Van Michem. Veerman weer bij de eerste paal. Daar bij de tweede binnengeknikt. En weer een goal nu van Matteo Waam die zijn tweede maakt. 4-1. Jort van der Zanden en Henk Veerman. Henk Veerman. Wat een goede goal. Veel kopkracht bij ADO Den Haag. Maar Jong AZ worden ze nog gillend wakker van. Tegen 4 corners onder oren. Veerman, goed gestuurd. Uitstekende kopbal zeg. En de gelijkmaker, dan moet het dus maar uit een standaard situatie. En dan heb je dus Henk Veerman. ADO, volgende aanval. Ze zijn echt de baas in de eerste helft. En hier weer Klas. Ideo. Jeugd van Arsenal gespeeld, jeugd van Ajax gespeeld en een assist voor ADO Den Haag op zijn naam nu. En natuurlijk het doelpunt van Henk Veerman. Hier is de hoekschop van ADO Den Haag en nu is het de ploeg uit Den Haag die scoort. Heel snel al, want Jort van der Zanden knikt die corner van Van Michem. Kan wat dat betreft redelijk variëren met zijn ploeg. Dit is Van Michem, dit is een steekballetje op Kudusu. En Kudusu scoort dan 2-0 voor ADO Den Haag. De Duitser met een vrije rol aan de rechterkant. En hier kan de bal worden opgepikt door Jort van der Zanden. Die houdt het overzicht. Wat een balletje zeg. Van Michem. Oh, wat een goal. Wat een prima goal. Kudusu, goede combinatie. Voorzet van Klas. Kopbal van Veerman. En het staat 1-0. Goede aanval van de ploeg van Kalesic en Henk Veerman. Dit is Kudusu. En daar is Veerman. Het is toch altijd Henk Veerman. De laatste wedstrijden voor ADO Den Haag.